5. Maar wanneer Veldkamp nu had gereden, je hoorde dat, had hij dat ook waarschijnlijk nog veel beter gedaan. En nu gaan we er maar even voor zitten, want nu komt er een rit die niet geheel van belang ontbloot is. Dit is namelijk een rit waarin een aanval zal worden gedaan op de Rode Lantaarn. Rode Lantaarn die tot aan deze voorlaatste rit in het bezit is op deze 5000 meter van Cezanovic. De man uit Sarajevo die als enige tot nu toe boven de 8 minuten finishte. En die aanval wordt niet ingezet door deze man, de tweede man uit Tsjechoslowakije als het om schaatsen gaat, Jiří Musil, want die heeft een persoonlijk record staan van 7-18. Niet dat hij dat haalt, maar die moet daar binnenkleven om te blijven. Nee, de man die daarvoor in aanmerking komt is deze meneer uit Mongolië, Niyandondov Ganbold geheten, 18 jaar oud en een persoonlijk record van 7-48.29, waarmee hij niet eens de nationaal recordhouder van zijn land is. Want het nationaal record van Mongolië staat op 7.35.88 van de heer Kurel Bator. Kortom, ik zeg het wat badinerend, maar deze man uit Mongolië, Ganbold geheten, is een onbeschreven blad. Niemand weet iets van hem te vertellen, behalve dan dat persoonlijke record wat ik u doorgaf. Jiří Musil neemt de leiding en zal die ongetwijfeld ook behouden in deze rit. Opent 2053. Musil komt uit Praag, 26 jaar. En ondanks zijn aanwezigheid hier op de 5000 meter, de nationale sprintkampioen van Tsjechoslowakije. Maar kijk, daar komt onze vriend Ganbold uit Mongolië. Die daar een keurige 32-9 op het ijs tovert. En met 53.75 in ieder geval laat zien dat hij goed kan beginnen. Ja, als je zo naar hem kijkt, dan rijdt hij zeker niet slecht. Dan zou je denken, van, nou, dan moet hij veel sneller kunnen dan dat hij dat nu toe gedaan heeft. Maar kan hij het ook volhouden? Daar gaat het dus om. We beginnen met 32-9 is dan wel gevaarlijk. Want hier staat al een 33-7 als we de kilometerlijn passeren. En zit hij met zijn 1.27.45 op het schema voorlopig van Roberto Sibel, de Italiaan. Die met 7-16 finishte, maar dat zal Ganbold ongetwijfeld moeten loslaten, dat schema. Voorlopig heeft Jiří Musil dan natuurlijk nu wel een goede adem. Wordt mooi meegenomen. ...1400 meter, terwijl de rondetijd nu met een seconde per ronde omhoog is gekropen. Maar dan blijft in ieder geval die Rode Lantaarn, waar we het een beetje badinerend over hadden aan het begin van deze race, in handen van Cezanovic. Maar de tijd van 8.20 kan door deze mannen, ook door de man uit Mongolië, gemakkelijk worden verbeterd. Musil vecht. Ganbold vecht. En dat maakt deze strijd dan toch weer interessant. Want kijk eens, de rondetijden zijn nagenoeg gelijk en de tussentijd scheelt maar 1/100ste van een seconde. En dan wordt het nog heel spannend in die laatste ronde voor die twee. Ganbold heeft, vermoeid als hij is, die laatste buitenbocht. En dus heeft Musil een klein voordeel. Dat hij inderdaad uitbuit. Hij komt met een lichte voorsprong uit die bocht tevoorschijn. En kan Ganbold er dan nog een sprintje uitpersen? Dat kan hij wel, maar het is net te weinig, denk ik. Maar in ieder geval is dit de meest spannende race van allemaal die we tot nu toe hebben gezien. Want kijk maar eens naar het verschil. De 28e en de 29e plaats. 7.29.91 voor Musil. 7.30.07 voor Niyandi Ganbold uit Mongolië.